De wijziging van de grondwet is gisteren officieel aangenomen met algemene 45 stemmen. Tijdens de vergadering van vrijdag 13 oktober was de wijziging van de grondwet niet in stemming gebracht. Alleen de wijziging van de kiesregeling gisteren is deze fout in de Nationale Assemblee gecorrigeerd door de wijziging van de grondwet in stemming te brengen. DNA-voorzitter Marinus B. bood zijn verontschuldigingen aan voor deze omissie. Het is geen prettig moment, nieuws voor ons, om zo'n grote fout, anderen zeggen blunder, te begaan. Ja, maar waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. En als voorzitter heb ik vanaf dag 1 gezegd, ik neem 100% die verantwoordelijkheid op mij. Omdat ik heb gezien hoe goed we samen met elkaar hier hebben gewerkt. De verschillende fracties, de fractieleider, maar ook de deskundigen. Mensen hebben hier urenlang gewerkt. Ook donderdag toen die vergadering was gesloten, zijn de deskundigen doorgegaan. Dan komt je op een moment om een happy end te maken. Dan sla je als voorzitter een blunder. Dus bij deze mijn oprechte verontschuldiging aan alle leden van de Nationale Assemblee, leden van de Raad van Ministers, deskundigen en natuurlijk het Surinaams Volk. De omissie is gecorrigeerd op basis van het ordereglement van de Nationale Assemblee. Haast alle fracties hebben erkend dat waar er gewerkt wordt, er fouten gemaakt kunnen worden. Ze hebben zich allen positief opgesteld om mee te werken om deze fout te corrigeren. Hiermee is de verkiezing van 25 mei 2025 officieel veiliggesteld.